Van harte welkom op onze zendingsdag. Het is de 67ste zendingsdag in de lange traditie van zending gereformeerde gemeenten. Ik zie dat er nog veel mensen onderweg zijn om een stoel te vinden. In die hoek zie ik nog een heel vak met beschikbare stoelen, dus loopt u rustig door daar naartoe. Intussen gaan we wel beginnen met onze zendingsdag en ik mag u allemaal heel hartelijk welkom heten. Een bijzonder woord van welkom aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om deze dag voor te bereiden. Fijn dat het zo kon en dat jullie er allemaal zijn. We hebben ook al verscheiden werkers van de velden ontmoet die met verlof zijn, die op uitzending worden voorbereid. Fijn dat jullie er zijn en dat we samen met jullie deze dag mogen beleven. Ik wil ook noemen de broeders-predikanten van onze zusterkerken die vandaag bij ons aanwezig zijn. Dominee Pieter Jare en dominee Peres Nekwek uit Papua en dominee Nicodemus Oede uit Nigeria. Broeders, van harte welkom. We hopen samen een gezegende dag te mogen hebben. Ik wil ook noemen de jongeren die via het jeugdbond-event van gisteren zijn gebleven om ook de zendingsdag bij te wonen. Tijdens de samenkomst van de jeugdbond gisteren, ook op deze plaats, is de opbrengst van de jeugdactie bekendgemaakt. Bijbel binnen bereik. De totale opbrengst bedroeg €815.000. Waarvan 178.000 bestemd is voor het Bijbelvertaalwerk onder de Mogofin in Guinea. We melden dit met dankbaarheid. Ik wil ook een welkom noemen aan de afgevaardigden van diverse organisaties binnen en buiten ons kerkverband. Van harte welkom. En u allen die vanmorgen bent samengekomen hier in Gorinchem. Het doet ons goed u allen te mogen ontmoeten. Laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 67, het tweede vers. Psalm 67, vers 2, de volken zullen u belijden.
Nog een enkele mededeling voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen. Voelt u zich van harte welkom. Daar in die hoek van de zaal zijn nog stoelen beschikbaar. Dus dan is het beste als u inderdaad achterlangs loopt naar die kant. Verder wil ik u meedelen dat een bericht naar Paleis Noordeinde is verstuurd. Onze koning heeft hier door middel van een brief op gereageerd. Hij spreekt zijn dank uit voor de boodschap die hij ter gelegenheid van de zendingsdag mocht ontvangen. De koning stelt de hartelijke woorden gericht aan zijn gezin en de betuiging van aanhankelijkheid aan hem zeer op prijs. Verder wil ik u meedelen dat er ook bericht is verzonden naar de zusterkerken om onze blijvende betrokkenheid met hen tot uitdrukking te brengen. Dan tot slot nog een verzoek aan u allemaal. Wilt u even controleren of uw mobiele telefoon uitstaat? Het is fijn als we wat dat betreft een rustige zendingsdag mogen hebben. Dank voor uw medewerking. Ik heb de Bijbel opengeslagen en wel bij Handelingen 8. Dat wil ik u nu lezen vanaf vers 26. Handelingen 8. Vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe, voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden. Zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Christus naam belijden. Dat is wat in het zendingswerk zo centraal staat. Maar het is niet alleen wat centraal staat in de zending, het is de hoge opdracht die de Heere gegeven heeft aan zijn kerk. Het is wat u en jou, ons allen, iets te zeggen heeft. Christus naam belijden. In mijn openingswoord wil ik graag ingaan op het thema belijden met het hart.
Zoals u ook in het programmaboekje ziet, is dat afgeleid uit de geschiedenis die we samen hebben gelezen. Want immers, dat heeft Filippus gevraagd aan die moorman. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd, namelijk om gedoopt te worden. En toen heeft deze man geantwoord: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat belijden van die naam, die hartelijke belijdenis, dat is zo belangrijk. Kinderen, die vraag ga ik aan jullie stellen. Waarom zou het nu belangrijk zijn om de Heere Jezus te belijden met je hart? Zou jij dat kunnen zeggen? Waarom dat nou zo belangrijk is? Ja, zul je zeggen, dat weet ik wel. Want je hebt een nieuw hart nodig. Het is nodig dat de Heere Jezus komt wonen in je hart. Dat heb je goed gezegd. Maar waarom noem je dan de Heere Jezus? Wel, zeg je, hij heeft voor de zonde betaald. En het is nodig dat hij ook mijn zaligmaker is. En zo, kinderen, heeft evangelist Filippus het gevraagd aan die moorman. Indien gij van ganser harte gelooft. Maar, zendingsvrienden, met deze vraag begint het niet. Niet in deze geschiedenis. Maar met deze vraag begint het ook meestal niet in het zendingswerk. En ook niet in het persoonlijk leven. Waar begint het dan wel? Laten we het eens nagaan in deze geschiedenis. We zien het als het ware voor ons getekend. Voor wij spreken met onze mond, hebben we vaak al heel veel gezegd met onze daden. Deze man is geboren in Ethiopië. Het Ethiopië dat in Handelingen 8 wordt bedoeld, is niet hetzelfde als het Ethiopië van vandaag. Het Ethiopië van Handelingen 8 ligt wat noordelijker. Het is zo'n 3000 kilometer vanaf Jeruzalem. Daar is het bij deze man begonnen. 3000 kilometer vanaf Jeruzalem, in een land, bij een volk waar men de Bijbel niet kende. Waar men vreemd was van God en zijn dienst. Wonderlijk. Zonder dat iemand het merkte, heeft de Heere blijkbaar die man zijn hart ingenomen. Wonderlijk, ja. Maar zo werkt de Heere nog. Op de zendingsvelden, voordat er misschien wel een zendeling is gekomen. Maar ook bij ons in Nederland. In de stilte. In het verborgene. Zonder dat je vader, je moeder het weet. Maar hoe zal dat dan gegaan zijn? We zijn natuurlijk benieuwd. We zouden het aan die moorman willen vragen. Vertel eens, hoe is het gegaan in uw leven? Mogelijk waren er Bijbels, stukken van de Bijbel, daar bekend in dat verre Ethiopië. Want immers, het Oude Testament was vertaald in het Grieks, de Septuaginta. Had zijn intrede gedaan. En het is niet ondenkbaar dat gedeelten daarvan zijn verspreid tot in Ethiopië toe. Of in ieder geval heeft deze man het gerucht gehoord van de God van Israël. Wonderlijk. Wonderlijk dat hij een verlangen kreeg om die God te dienen. Was dat al vaker gebleken in zijn leven? Hield hij misschien ook de Sabbat al? Hield hij samenkomsten voor zijn gezinsleden? Dat weten we niet. Maar op een gegeven moment is het verlangen naar de dienst van God zo groot dat hij die reis wil gaan maken. Hij wil de Heere aanbidden in Jeruzalem. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. Kinderen, kennen jullie dat versje ook? Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk
lot. Om dat nu te mogen zingen. Ja, ziet u, geliefde zendingsvrienden, het is de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Dat een mens de rust wordt opgezegd, dat een mens een hoogachting krijgt voor de Heere, dat een mens zijn eigen verlorenheid en zondeschuld gaat zien en beleven voor Gods aangezicht. Zo begint de Heere. En daar zien we naar uit om dat te mogen vernemen op onze zendingsvelden. Maar ik mag het vanmorgen ook leggen aan uw hart. Heb je het gehoord, jongeren? Hoe grote afstand die man moest overbruggen? 3000 kilometer. Maar dan vraag ik je, hoe ver leef jij bij God vandaan? Heb je de afstand wel eens gemeten met je ogen tussen de aarde en de hemel? Zijn hier jonge zendingsvrienden die dat als de nood van hun leven ervaren? O God, de afstand tussen u en mijn hart is onmetelijk. Ik ben gevallen van een top van eer in pijloze verwoesting neer. Mijn leven is verzondigd en ligt verloren voor uw heilig aangezicht. Voordat wij spreken met onze mond, hebben we vaak al heel veel gezegd met onze daden. Zo was het bij deze man ook, want hij ging naar die koningin om toestemming te vragen. Zo zal het toch gegaan zijn. Hij moest een reis maken van 3000 kilometer met een kamelenkaravaan waarschijnlijk. En dan ben je toch wel zo ongeveer 3 weken onderweg heen en dan ook nog een keer terug. Die man die heeft zo 2 maanden vrij moeten vragen. Hij heeft het ervoor over gehad. Hij heeft die lange reis gemaakt. Ja, dan gaan we spreken met ons leven. Dan wordt het zichtbaar dat het woord van God en dat de dienst van God de grootste plaats in ons leven moet innemen. Is dat ook zichtbaar bij u? Is dat ook zichtbaar bij jou en bij mij? En toen deze man dan in Jeruzalem was aangekomen, toen wachtte hem een grote teleurstelling. Daar bij de tempel bleek het voorhof in tweeën te zijn gedeeld, voor de Joodse mensen en voor de heidenen. En daar was nog, om zo te zeggen, de middelmuur des afscheidsels. Daar stond nog die scheidingswand. En heidenen mochten niet verder komen dan die. En daar is deze man teruggestuurd, ook al omdat hij een gesnedene was. Ja, dat bijzonder maakte hem tot een die nooit in de gemeenschap van Israël kon komen. In de gemeenschap van God. Onwaardig. Onheilig. Onrein. Wat zijn dat dan levenslessen? En lieve vrienden, onze zendelingen ver weg moeten die vanuit Gods woord leggen aan de mensenharten, en dat mogen wij vanmorgen ook doen bij u. Een levensles. Om dan met je ijver, met je nette leven, met je bekering, met je geloof geen waardigheden te hebben, maar een verloren zondaar te zijn en dat te beleven. Wat is dat nodig? Ja, deze man heeft in zijn leven, met zijn levensgang, met zijn levensdaden al zoveel gezegd, want nu Filippus hem ontmoet, zit hij op zijn wagen terug naar huis en hij leest. Hij leest de rol van Jesaja. Hij is gekomen bij vers 7 en 8. Het gaat over het lam dat ter slachting is geleid. En nu komen de kernzaken op hun plaats. Die trekkende liefde, die diepe hoogachting, die heerlijke naam en al die profetieën uit het Oude Testament. Filippus vraagt, verstaat gij ook hetgeen geleest? Nu,
Nu gaat de Heere deze man leiden tot het doorbrekende genade licht in zijn leven. Filippus gaat naast hem zitten en vanaf die plaats begint hij hem te verkondigen de naam van Jezus. Wat zal dat geweest zijn voor deze man? Om te horen van die middelaar die God gegeven heeft. Om te horen van dat lam dat geslacht is. Wat indrukwekkend moet het geweest zijn om de zielenraadsels van zijn leven verklaard te horen worden. Door een broeder evangelist naast hem op de wagen. En dat dat nou allemaal in de Bijbel staat. Dat God dat nu van eeuwigheid heeft geweten. En dat hij nu voor zo een als ik ben een boodschap van zaligheid heeft gezonden. Het is onbevattelijk, zo verootmoedigend, maar ook zo bemoedigend als die boodschap van genade mag doordringen de donkere schuilhoeken van een verloren mensenhart. En deze moorman, hij is er zo door aangedaan, hij zegt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? De doop als teken van overgang naar het geloof van het christendom. De doop als teken van reiniging van heel het verloren zondige leven. En dan komt dus die vraag van ganser harte. Calvijn zegt, heeft Filippus deze man nu gevraagd of hij een volkomen geloof had? Nee, zegt Calvijn, dat heeft hij hem niet gevraagd. Want ieder geloof heeft zijn bestrijding. Ieder geloof heeft zijn zwakte en zijn onvolkomenheid. Maar Filippus heeft hem wel gevraagd of het geloof oprecht was. Wat komt uit deze man zijn mond, moet blijken uit zijn daden, dat het voortkomt uit de diepte van zijn ziel. En zo klinkt de belijdenis. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Lieve zendingsvrienden, zo mag vanmorgen deze naam klinken. In deze naam is de enige weg van behoud. Dat u, dat jij, dat ik van onze schuld verlost, vrede zouden vinden met God. En die naam mogen wij vanmorgen in uw midden hoog verheffen. Hij is de zoon van 's vaders welbehagen. Hij is de borg die voor al de schuld heeft betaald. Die de eer van zijn vader heeft verheerlijkt. O, hoe zalig om hem te kennen. Deze man heeft het heel bescheiden en eenvoudig gezegd. Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. Misschien hebben we wel eens gedacht, kon die man er nou niet wat meer van vertellen? Of moeten we zeggen, hij is beschroomd geweest. Hij heeft het teruggebracht tot de kern. Waarvan de Heere Jezus ooit tegen Petrus heeft gezegd, zalig zijt gij, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. O, wat een zalige belijdenis. Kom, er zijn er onder ons, die mogen daar iets van kennen. Als de Vader in de hemel je gaat openbaren wie zijn zoon is. Als de Heilige Geest het met onze geest gaat getuigen. Dan wordt iets geproefd van zalige hemelvrede. Mijn zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. O, dan mag de ziel iets ondervinden van opzoekende zondaarsliefde. Van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ziet u ze samen, Filippus en deze kamerling? Wonderlijk, ze zijn afgedaald in het water. De man van Candacee heeft het teken en zegel van het genadeverbond ontvangen. De Heere staat in voor zijn eigen woord. Deze belijdenis is vast. Het welbehagen
des Heren gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Het programma gaat hierna zonder verdere aankondiging voort.